Sociale media zorgen dat mensen met elkaar verbonden kunnen zijn. Wat gemakkelijker dan vroeger, toen het alleen maar offline kon. Dus je kunt met mensen vanuit Groningen kunnen mensen in Amsterdam samenwerken. Of in Den Bosch, of in Maastricht, of in Delhi, of waar dan ook. En je merkt er niet meer van dat er zoveel afstand tussen zit. Althans, als je bijvoorbeeld in Google Docs of dat soort vormen samenwerkt. En dat werkt aan de hulpkant werkt dat heel goed. Samenwerken voor het goede. Maar ja, samenwerken voor het kwade of voor het onhandige, dat kan ook zomaar gebeuren. Met andere woorden, wat er in Haren is gebeurd, is eigenlijk ook een hele mooie vorm van samenwerking te noemen. Alleen dat is dan net de verkeerde kant op gegaan. Ik denk dat de samenwerking nog belangrijker is geworden en dat de drempel om samen te werken door sociale media ook wat lager is geworden, want je vindt elkaar gewoon veel sneller en je hebt ook veel makkelijker beeld van waar iedereen mee bezig is en je kunt daar sneller op inhaken. Dus ik denk dat het een stuk toegankelijker is geworden om elkaar op te zoeken en relevante dingen met elkaar te delen. Dus ik denk dat sociale media daarin ook wel gewoon helpt. En natuurlijk is het voor sommige dingen gewoon handig om elkaar te bellen en concreet met elkaar te gaan zitten om dingen te bespreken, maar in ieder geval op de hoogte zijn van waar zijn mijn partners nou mee bezig en wat is voor ons relevant en waar kunnen we hen misschien bij helpen. Dat gaat volgens mij nog makkelijker met behulp van sociale media. Wat je daarvoor kunt doen, denk ik, is laten zien waar je mee bezig bent. En ook bijvoorbeeld als je ergens mee zit waar je hulp bij nodig hebt, schakel daarvoor ook sociale media in. Durf te vragen, zeg maar. Is niet voor niks een hele belangrijke hashtag. En als je ziet wat het oplevert aan waardevolle informatie, ja, denk ik dat je gek bent als je er geen gebruik van maakt. Hoe kun je samenwerking beter laten gaan via de sociale media? Ik denk vooral ook eerst offline connecten. Dus gewoon in real life, kop koffie drinken, biertje drinken, even eten. Dat je elkaar hebt aangekeken, dat je snapt hoe de ander in elkaar zit. Dat je ook weet wat voor grapjes je kunt maken en wat niet. Ja, en dan is de connectie er of niet. En dan kun je aan de slag. Vervolgens denk ik, kies de juiste tools. In sommige groepen is Facebook heel handig, in sommige groepen mensen is Google Plus heel handig, in sommige groepen is Twitter heel handig. Denk even heel goed na over de tools. Geen enkele set aan tools is geschikt voor alles, dus kijk weer naar elke groep afzonderlijk. Een derde tip. Doe het vooral met mensen die er zin in hebben. Want mensen die, misschien is dat eigenlijk wel de eerste tip. Maar als je mensen probeert aan boord te krijgen die gewoon geen zin hebben om online samen te werken en die je ook echt niet aan boord kunt krijgen, ja, laat ze dan even lekker. Dat komt wel of het komt niet. Maar ik probeer meestal, ik heb ook wel heel veel dingen met social media in grote bedrijven gedaan, ik probeer eigenlijk altijd de 10% fris hoofden in een bedrijf aan boord te krijgen. En als je die aan boord hebt, nou ja, dan zuigen jij de rest wel mee. En dan komt het goed. Dus dat zijn mijn drie tips.